Ik heb dus een technologische replica gemaakt van de eerste zender van Itzada. En dan moeten we denk ik eerst kijken naar deze unit. Daar zit inderdaad een co-microfoon, maar die co-microfoon die wordt nu als het ware besproken door deze telefoonschelp, waar dus het audiogeluid rechtstreeks wordt overgedragen op de co-microfoon. De clue van Itzada's FM-modulatie was in feite dat hij een deel van de afstemspoel van zijn zender overbrugde door de co-microfoon. En wat er dan gebeurde was, die co-microfoon die geeft weerstandsvariaties als je spreekt. En die weerstandsvariaties die maken dat de zender zijn frequentie gaat veranderen. En dat was in feite zijn modulatiemethode. En dat was bijzonder, dat is later dus is dat geïdentificeerd als zijnde zogenaamde flankendetectie. Nou, dat is een beetje ingewikkeld om dat te gaan uitleggen. Maar nou, die flankendetectie was uiteindelijk toch weer een, laat ik zeggen, een toevalstreffer. Omdat bleek dat toch de FM, het FM-signaal van Itzada, dat toch door die eenvoudige ontvangers kon worden verwerkt tot geluid. En het kenmerkende daarvoor was, en daar hebben amateurs aanvankelijk eigenlijk nauwelijks bij stilgestaan, maar dat er twee goede afstemmingen waren. Je kon met afstemming kon je twee plekken vinden waar de zender optimaal doorkwam. En dat stond dan bekend onder de naam keukentafeltechnologie. Deze antenne is uiteraard veel te kort om echt als goede antenne te kunnen werken. En die moet dus worden verlengd. En bij mij is dit kleine kastje. Maar Itzada's antenne in de Beukstraat was wel lang, maar in feite ook nog te kort. En hij moest deze verlengspoel, nou, hij heeft deze verlengspoel daarbij gebruikt. Ja, nu duurt het even, dus, want de buis moet warm worden. Maar kijk, nu